Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Skype-sprookjes. Normaal nemen we live op, maar ja, dat kennen we niet. Dus vandaar deze Skype-sessies. En sprookjes, normaal dienen die om... als je klein bent, dan wordt dat voorgelezen door mama en papa. Maar dan groeit je op en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes voor grote mensen. Ik heb vandaag een geweldige comedian bij mij. En dat is niemand minder dan Steven Mailleux. Yay! Ja. Applaus zonder bastonen. Ja, dat is genoeg. Steven, ik heb aan een hoop luisteraars via Facebook sprookjes gevraagd, titels. Ik heb die gekregen en ik heb een mooie titel voor jou ingestuurd door de Manu Moreau. Ken je hem? Ah ja, die ken ik. Ja, ja, die ook comedy doet. En de titel is... Er was eens een brulkikker met een piepstem. Dat is een mooie sprookjestitel, hè? Heel mooi. Dus ja. Hier gaan we. Ik ken dat sprookje trouwens. Ja, dat is een heel mooi sprookje, dus dat gaan we nu vertellen voor alle mensen thuis. Er was eens een brulkikker met een piepstem. Ja, inderdaad. Maar er was vooral eerst een prachtige vijver, Gran. Er was een prachtige vijver met een groei aan waterlelies, planten, bloemen. Het was fantastisch. Alles van die vijver was de overtreffende trap van de vijvers zoals we ze allemaal kennen, die je kan kopen in AVV. Ja. Het was prachtig. Het was een veelheid van soorten. En in de bloem van de waterlelie woonde Georges, de brulkikker. En Georges de Brulkikker was geboren zoveel jaren geleden en Georges kon niet brullen. Georges, zijn stem telkens als hij wou zeggen, kwam alleen een piep uit. Piep. Zijn stem was veel te hoog voor een brulkikker. En als jonge brulkikker was hem al uitgelachen geweest in de brulkikkerklas. En zijn vader had nog gezegd, van later krijg je wel de brul in de keel, zoals ze bij de kikkers vertellen. Maar bij Georges was dat niet gebeurd. Nee. En als kind is het niet onoverkomelijk om met een fijne brulkikkerstem door het leven te springen. Maar wat er gebeurt is, de brul wordt steeds belangrijker. De brul wordt belangrijk, waarom? Omdat het dient om soortgenootjes te lokken. En diep in zichzelf was Georges een serieuze beer van een vent. Maar de vrouwtjes kwamen niet tot bij hem omdat zijn brul niet brullerig was. Nee. En zijn brul was zodanig schel dat hij zelfs geen enkele andere brulkikker benaderde met zijn brul. Enkel een andere soort die in de vijver woonde. Ja, de piepstemkikker. De piepstemkikker, dat waren vele kleinere kikkertjes die eigenlijk uit een ander land kwamen. Dat was een ras dat daar per ongeluk was beland in die vijver. En brulkikkers kwamen eigenlijk helemaal niet overeen met piepstemkikkers. De Afrikaanse piepstemkikker. Ook de geslachtsorganen van de beide soorten waren totaal niet compatibel. Wat voor heel compatibel. Ja. Wat voor heel veel seksuele frustratie zorgde bij de effectieve ontmoetingen. En pijn, ook heel veel pijn. Er werd nogal wat afgepiept toen Georges ternauwernood verplicht voelde om zich in de piep kikkergemeenschap te begeven. En in die piepkikkergemeenschap kwam hij een meisjeskikker tegen. Elaïssa. Elaïssa was een Afrikaanse piepstemkikker. Een jonge vrouw. En die vond Georges wel mooi. En ze zwom naar Georges toe en zei van, jij bent helemaal geen Afrikaanse piepstemkikker. Nee, zei Georges. Nee, maar ik voel me diep van binnen, voel ik me van een andere existentiële orde. Wauw, jij bent kei slim.
Dat kom ik ook niet vaak tegen bij de Afrikaanse piepstimkikkers. Oh. Kun jij nog eens zoiets filosofisch zeggen? Wel, ons trillingsniveau is in die mate gesynchroniseerd dat wij geen geslachtsdelen nodig hebben om samen klaar te komen. En zo werden George en Eloïsa geestelijk verliefd op elkaar. Ze hielden zo hard van elkaar, maar ze consumeerden hun liefde nooit, omdat ze toch wisten, ja, dat gaat niet lukken en dat kan vooral heel veel pijn doen. Voilà. Maar drang, lichamelijke drang, is toch iets dat je niet zomaar kan uitsluiten. Het is een vorm van kikkerheid die je moet proberen onder de knie te krijgen. Het is een soort van kikkertantra. Kikkertantra, als je het echt in de hoogste vorm kan beleven, die zorgt voor een enorme opstapeling van levensvreugde en levensenergie. Waardoor je meer in staat bent om verre sprongen te maken. En dit gebeurde ook. Op een ochtend, George werd wakker en zei: Eloïsa, we hebben elkaar geestelijk helemaal verkend. De tantra zorgt ervoor dat we ver kunnen springen. Maar willen we eens één keer proberen? Eén keer misschien creëren we wel een nieuw kikkerras. Oké. Ik denk dat ik ook op het level ben van tantra dat ik pijn kan overstijgen. En George, die zich zo lang had ingehouden, liet de beer in zich los. Hij besprong Eloïsa. En ook al riep ze, au, George ging door en door en door. Maar wat hem niet wist, was dat hem veel te hard doorging. Veel te hard. Te hard. En Eloïsa begon te bloeden. Ze begon te bloeden en heel het lichaam van Eloïsa kwam er via de lichaamsopening uit, waardoor alle ingewanden op het lelieblad gedrapeerd lagen en Eloïsa zich als een uitgeholde kalkoen voor zich presenteerde. En toen kreeg hij het inzicht dat inhoud meer is dan... Ja, vul maar aan. Dat inhoud we uiteindelijk is... sterfelijke wezens zijn. En George moest verder alleen. Hij had één keer liefde gekend in zijn leven, had dat fysiek willen consumeren, maar dat was helemaal fout afgelopen. Het is geen fijn einde, maar we kunnen er wel iets van leren. De moraal van dit verhaal is dat uitgeholde kikkers leven niet meer. En als het echt niet past, dan past het niet. Stop het er dan niet in. Zo simpel ja, is het. Ja, is dat. Dames en heren. Houd rekening met de afmetingen van je geslachtsdelen als je elkaar leert kennen. Inderdaad. Dank u wel voor deze wijze woorden, Steven Manjeu. Beste luisteraars, slaap lekker. Slaap lekker.